De politie heeft donderdagavond een motorrijder uit Linschoten gearresteerd die een dollemansrit maakte door de stad Woerden. De achtervolging begon in het centrum van Woerden, waar de jonge motorrijder met hoge snelheid een stopsignaal negeerde van de politie. Hij reed vervolgens met hoge snelheid door rood licht en tegen het verkeer in. Mede door deze actie raakte de politie de man in het centrum van Woerden zoek. Even verderop op de Rembrandtlaan kwamen zij hem weer tegen, maar wederom negeerde hij een stopsignaal en ontweek hij een politieauto, waarna hij een woonwijk inreed. De motor die werd later aangetroffen in dezelfde wijk, in de Jan Toropstraat. De agent herkende daar ook de bestuurder die zich schuilhield in een steeg. De man is daar aangehouden. De motor is voor onderzoek naar het politiebureau vervoerd. Waarom de man op de vlucht sloeg en de dollemansrit maakte, is voor nu nog niet bekend. Wil je nog meer Woerden TV? Ga dan naar onze website voor actueel nieuws, exclusieve foto's en nog meer video's. En wil je als eerste het laatste nieuws? Voeg ons dan toe op Facebook en Twitter. Kijk Woerden.tv.